Nick Sterpstra, wie denk jij dat na dag 5 aan de leiding staat? Wij. En wij is? Julio en ik. Schep, Schudiga. Staan kort achter Marvouli en Maurits. En ja, ik denk dat die het goed gaan doen. Ik denk nog steeds Maurits en Marvouli. Er staan nog een ronde voor op Keizer Terpstra, die ook straks die bonusronde gaan pakken. Maar ja, die gaan de punten nog niet voorbij, denk ik. Ik ben bang nog steeds Maurits en Marvouli. Want wij wordt krap om vanavond al 200 te halen. En Maurits redt zo hard dat die geen ronde gaan verliezen, denk ik. Aanval van schijnbeweging. Mats Salde, schijnbeweging. Maar Van der Valk zeer attent, zeer alert. Tactische wissel. Wie is de rapste, denk jij, Johan? Ik denk dat Michel Kreder heel goed is. Maar die Barco is sterk. Sterk als een beer. Twee ronden nog. Goeiedag. Oh. De jeugd van Nederland tegen de routine uit Duitsland. Und jetzt geht's los. Letzte ronde, laatste ronde. We kijken naar het voorwiel. Bartko en natuurlijk Kreder. Bartko en Kreder. Bartko en Kreder. En dan komen ze aan. Hier komen ze aan. Bartko! Wim Lichtaart, winnaar samen met Bartko van de Koppel afvalkoers. Punten gaan hard vandaag aan het begin. Ja, het gaat weer heel goed. We gaan zetten een beetje de lijn door van gisteren. Gisteren toch mooi van 3 ronden terug naar 1 ronde teruggekomen. En, ja, zoals ik eerder in de week al zei, ik voel me steeds sterker worden. En Robert denk ik ook. En het kan nog heel leuk worden morgen. Hebben jullie het samen over gehad hoe je het gaat aanpakken? Ja, we moeten in ieder geval moeten we geen ronde meer verliezen. Want dan is het over. Maar als we straks in de jacht nog een ronde terug kunnen komen, dan is alles mogelijk morgen.